Ik word al vanaf januari 2015 onophoudelijk door deze gemeente gezegd dat ik het allemaal niet snap, dat ik dom ben, dat ik de regels niet snap, dat ze het uit willen leggen. En zo gaat het al vanaf januari 2015. Bij de rechtbank in Groningen diende vandaag de rechtszaak van Wietske Sellers tegen de gemeente. Sellers eist duidelijkheid over de hoeveelheid en de duur van de zorg waar zij recht op heeft. Nadat in 2015 haar huishoudelijke hulp door de gemeente was stopgezet, heeft Sellers in het voorjaar van 2016 ook al een rechtszaak aangespannen. Deze zaak heeft ze in beroep gewonnen. De gemeente heeft daarna 4 uur huishoudelijke hulp toegekend, maar de afspraken over welke soort hulp en voor welke periode die geldt zijn onduidelijk. Om die duidelijkheid af te dwingen, heeft zelfs de gemeente dus nu voor de tweede keer voor de rechter gedaagd. Volgens advocaat Ina Brouwer gaat deze zaak over de rechtszekerheid van mensen die afhankelijk zijn van zorg. Ze begrijpt niets van de houding van de gemeente. De gemeente Groningen zegt, waar maakt u zich druk over eigenlijk? Want u krijgt toch 4 uur huishoudelijke hulp? En ik zeg ja, maar dat is niet zo. Vergelijk het maar met iemand die een huis koopt. En in het contract staat, het huis wordt geleverd in de zomer. Weet u dan wanneer? Nee, het kan in mei zijn, kan in juni zijn, kan september zijn. Welke zomer is ook niet duidelijk. Nou, zo ongeveer moet je de uitspraak hier zien. Dus het is een uitspraak van de gemeente Groningen die alle kanten op kan. En dat willen wij willen rechtszekerheid. Sellers heeft dagelijks te maken met dit gebrek aan rechtszekerheid. Ik heb een persoonsgebonden budget. Nou, dat geeft enorme problemen hoe de gemeente daarmee omgaat, al sinds 2015 overigens, om mijn hulpverleners uit te betalen. En dat betekent ook dat als dit zo doorgaat, dat ik weer enorme problemen ga blijven krijgen. Want de Sociaal Verzekeringsbank heeft tot nu toe elke keer problemen om het uit te betalen. Als Sellers in deze zaak gelijk krijgt, zal de gemeente het beleid moeten aanpassen. Dan dwingt ze de rechtbank, de gemeente Groningen, om ook bij andere mensen een goed gemotiveerd besluit te nemen. En niet zomaar halverwege, maar gewoon heel duidelijk, waar heb je recht op? Waarop is het gemotiveerd? Wat voor onderzoek hebben we gedaan? En onder welke categorie val je? Zodanig dat je ook heel duidelijk in beroep kunt gaan. Sellers voelt zich totaal niet serieus genomen. Ik heb gewoon een praktisch probleem. Ik heb een fysiek probleem en daar hoort een praktische oplossing voor. En dat is wat ik vraag. En niet dat hele gezeur van de gemeente dat ik het allemaal niet snap en dat ik hulpbehoevend ben en weet ik voor wat allemaal. Ik heb gewoon echt een fysiek en praktisch probleem. En dat hoort gewoon opgelost te worden. De advocaat vraagt zich af waarom de gemeente geen duidelijkheid geeft. De gemeente Groningen kan het absoluut anders doen. In dit geval, er lag een duidelijke uitspraak, heel concreet. U krijgt zoveel uur voor huishoudelijke hulp, zoveel voor wassen en strijken, zoveel voor de zwaar huishoudelijke hulp. Zet dat in je besluit en ga vervolgens zeggen, dat werken we zo en zo uit. En dit is de motivatie eronder. Dat is ABC van besluitenmakers. Dus ik zou zeggen, gemeente Groningen, doe je huiswerk. Gooi het niet in pragmatisme, want daar zijn besluiten niet voor. Het gaat om rechtszekerheid. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. Hulpverleners moeten weten waar ze aan toe zijn. En de gemeente Groningen moet gewoon de huiswerk doen en het goed doen. De slordigheid begint al bij de keukentafelgesprekken. We beide heb ik gemerkt dat de WMO-consulenten niet op de hoogte zijn van wat ze moeten vragen, wat ze moeten onderzoeken en hoe ze dat moeten doen. Het tweede wat ik gemerkt heb is dat onafhankelijke cliëntondersteuning, wat een verplichting is van de gemeente om die en beschikbaar te hebben en ook mensen erop te wijzen dat die niet op orde is in de gemeente Groningen. En wat ik ook merk is dat je moet kunnen reageren op een verslag. Je moet een aanvulling kunnen krijgen. Als er een gesprek is geweest moet er een verslag komen. Die heb ik ook gekregen. Ik heb beide keren niet de gelegenheid gehad om een aanvulling te geven of op het verslag te reageren. Het gaat erom dat je recht hebt. Als bijstandsontvanger, als ontvanger van huishoudelijke hulp, als iemand die met de WMO te maken heeft, recht hebt op een helder, goed gemotiveerd besluit waar je zekerheid aan kan ontlenen. En als je dat niet hebt, dan zou ik zeker in beroep gaan. En dan zou ik dat ook gewoon uitvechten, want daar heb je recht op. Daar is de wet maatschappelijke ondersteuning voor. Het gaat erom dat er een besluit wordt genomen die jou in staat stelt om zelfstandig, meer zelfstandig te zijn dan anders. Nou, als dat niet het geval is, dan moet je er gewoon tegenaan. Kan je het zelf niet, moet je dat met behulp van een paar andere goede mensen doen. Omdat de zaak nog onder de rechter is, wil verantwoordelijk wethouder Ton Schroor niet reageren. Uitspraak volgt over 6 weken.